Op veel plaatsen in Nederland waren maandag blokkades van protesterende boeren. Ook het grote supermarktdistributiecentrum in Oosterhout was onbereikbaar. Vanaf de vroege ochtend hadden tientallen boeren met hun tractoren de ingangen geblokkeerd. Met borden en spandoeken maakten ze hun onvrede duidelijk over de stikstofplannen van het kabinet. Vooralsnog liggen de schappen van de supermarkten in de regio nog vol, maar retaildeskundigen waarschuwen dat bevoorrading binnen enkele dagen in de problemen komt als de acties aanhouden.